voor. U bent een beetje rumoezig, de muziek klinkt op de achtergrond. En daar zaten ze, de gekste mensen. Met zwanendons om en in puntkleren, met vlechtjes en met hoogopgespoten kapsels. En het klapte en het roezemoeste en het riep om de man die die avond zou optreden. En dat orkest ging maar door en toen kwam er een soort Amerikaanse stem van Tom Collins. En die riep, hier komt hij, hij die in de haven werkte. En die heeft het helemaal gemaakt en die gaat hier vanavond zingen. En alle spotlights gingen naar één plek. En daar kwam hij, die man uit Rotterdam, die Leen Huizer heet. En die ze toejuichte als geen ander. En hij ging zingen en hij zong een lied voor zijn vrouw en voor zijn vier kinderen. En hij zong een lied voor Rudy Koopmans. En hij had zijn dasje verkeerd, want hij had geen kleedster. En dat deed hij af en toen braken ze de tent helemaal af. En het ging maar door. En aan het eind, toen moest hij 8 toegiften geven. En ik moet u zeggen, zo'n avond heb ik nog nooit beleefd van een Nederlandse zanger die Carré gek maakte. En dat is natuurlijk die ene man uit Rotterdam. Absolutely Lindauer. I took my troubles down to Mary Ruth. He know that gypsy with the gold kept tooth. She's got a put down a 34 and fine. Selling little bottles of love potion number 9. Love potion number 9. I told her that I was a proper chick. I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, oh, what you need is love potion number 9. It felt like turpentine and looked like it ain't. I hung my nose, I closed my eyes, I took a dream. I didn't know if it was day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed it, cup down a 34 and fine, it broke my little bottle of love potion number 9. Kissed the cup down at 34 and fine. It broke my little bottle. Love potion number 9. Love potion number 9. Love potion number 9. Love potion number 9. Het is vanavond maar één borstje, Lee. En in Carré waren dat er tientallen. En nou heb jij hier vanavond verrukkelijk met het orkest van Tony Eijk gespeeld. Maar daar was het in Carré met Freddy Golden. En in Rotterdam was dat ook zo in de Doelen. Je hebt nu 2 verschrikkelijke grote theaters in Nederland volgekregen. Wat nou? Nou, ik ben erover aan het nadenken. En ik ben nog eventjes op een rijtje aan het zetten of dat haalbaar is. Om een klein toertje te maken langs een... Laat ik zeggen, een tiental grote steden of zo. Maar ik ben heel voorzichtig. Maar het slaat je nog niet in je kop, hè? Nee, oh nee, nee. Maar het was fantastisch die avond. Ik vond je een beetje verlegen aan het eind. Ja, dat kan natuurlijk ook niet anders. Kijk, je begint aan iets waarvan je hoopt dat het dat wordt wat je er zelf van verwacht. Maar dit overtreft je stoutste dromen natuurlijk. En even dat incident met het dasje. Hij had een dasje dat zat scheef. Toen kwam je weer even op na een verkleding en dat ging helemaal fout, hè? Ja, dat liep helemaal fout, want dat was zo'n soort klittenband, weet je. En als je dat dan het gladde eind probeert vast te knopen, dat lukt natuurlijk nooit. Maar dat duurde zo lang, ik geloof dat hij een roffel had zitten maken van 1 minuut of 5. Toen dacht ik, ja, dit wordt te gortig, straks denken ze dat ik niet meer terugkom. Dus ik denk, nou, de beuk erin, daar, laat me zitten. En de beuk erin heeft hij die avond gezet en het was een gigantisch succes. En ik hoop dat ik het nog een keer mee mag maken. De enige zanger die Carré vol krijgt, Lee Towers. Ja, ik zou niet meer kussen in dit programma. Je mag het.
De bank.